ik ben nu bezig met de laatste berekeningen. Ik denk dat we wel serieus wel een kans maken dat we na vandaag een hoger gemiddelde halen dan de afgelopen dagen gehaald hebben. Dus ik denk dat ik zie het positief in voor vandaag. Het moet een mooie dag worden. Het moet gewoon. Dat hebben we nodig. Gisteren een beetje pech gehad. Wind speelt wel een beetje op. Dus het rijden zal moeilijker worden, denk ik. Je zult meer last van zijwind hebben. Maar we laten ons niet kennen. We gaan gewoon vol door. Het wordt ons doorgegeven dat Duitsland slechts 30 kilometer van ons is verwijderd. En dat ze met ongeveer dezelfde snelheid rijden als wij, over. Het team was vanmorgen goed op weg en had rekening gehouden met bewolking en regen. Desondanks heeft het team enkele keren moeten stoppen. Oké, afkoppelen en doorrijden. Binnen is het niet nat. Kan iemand de deur? Het Phoenix-team werd ingehaald, waardoor het solo-team Twente de vijfde positie in kon nemen. Rond 3 uur kwam het team aan in Alice Springs, waar morgen een herstart plaatsvindt. De linker frenelbak was een moer losgelopen, dus die werd niet meer automatisch gestuurd vanuit de volgauto. Dus onze coureur met een kilometer 85 per uur met één hand aan het stuur, andere hand aan die spindel. Vasthouden en in focus houden. Daarnaast moest hij soms ook nog de cruise controller opzetten. Dus dan krijg je dingen dat hij met zijn been tegen de spindel aan zit. Het stuur vasthoudt of met deze hand en dan cruise control bedient. Dus applaus voor de jongen. En ik denk zeker door hem, omdat hij zo lang vol heeft gehouden, hebben we niet nog een extra keer hoeven stoppen. En dan liggen we een uurtje achter op Duitsland. Dus ik ben eigenlijk wel vol goede moed. We hebben wel pech gehad vandaag met het weer vooral. Maar iedereen is goed op ingespeeld en kom goed jongens.